Hermon, voorzitter van de VV Rijnsoord. Ja. Hoe lang al? Vierde seizoen dit jaar. Kijk, nou, ik heb je meegenomen hier naar Rotterdam. Naar de HC Rotterdam. Is een hockeyclub, gek genoeg. Oké. Okay. Maar alles omdat deze accommodatie wellicht zou kunnen dienen ter inspiratie van alle plannen die jullie hebben. Mooi. Want de kleedkamer is maar één gedeelte natuurlijk. Hè. Daarna zeker. Wil je nog veel meer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gaan we het straks over hebben. Ik wil eerst even meer weten over jouw clubliefde. Kun je op de tribune gaan zitten? Ja, prima. Hoe ben je bij de club terechtgekomen? Als voetbalvader. Zoals waarschijnlijk, vaak, hè? Waarschijnlijk vele bestuursleden uiteindelijk bij een vereniging terechtkomen. Ja. Mijn zoon is met 5 jaar gaan voetballen. En ja, dan word je leider, trainer, coördinator, jeugdvoorzitter. En ja, dan is de stap naar voorzitter de volgende. Het gaat hard met je. Ja. Wat verdorie. Maar in 9 jaar tijd. Dus, Oké, 9 jaar tijd. Ik heb het langzaam opgebouwd. Kijk, nou hebben ze mij hulp ingeroepen voor de kleedkamers. Hè? Die zien er niet uit, dat is duidelijk. Ja. Dat is het eerste gedeelte van het, laten we zeggen, renovatieplan bij de VV Rijnsoord. Ja. Kijk, nu is dit de doucheruimte waar eigenlijk 2 douchekoppen zijn. En er staan hier 2 kleine muurtjes die dat dan afschermen. En is daarvoor een hele grote loze ruimte. Klopt. En door die muurtjes weg te halen wordt die ruimte eigenlijk vergroot. Waarin we daar 6 douchekoppen kunnen gaan plaatsen. Waardoor er dus meer tegelijkertijd kunnen douchen. Ja. En dus de doorstroming in die kleedkamer aanzienlijk wordt vergroot. Ja. Vervolgstap is verder energie besparen. En onze grootste verbruikers op dit moment is de veldverlichting. Nou, en dat is meteen de reden waarom we hier bij de HC Rotterdam zijn. Je hebt het misschien al gezien. Verlichting is hier allemaal dik voor elkaar. LED-verlichting ook. En binnen heb ik een expert voor je klaarstaan. Dat is Martin. Die kan daar alles over vertellen. Hallo Martin. Hey, goeiedag. Ik heb hier Ramon. Hi, Martin. Ramon. Van de VV Rijnsoord. Kijk. De voetbalclub die jij al een beetje kent. Want je hebt je al een beetje verdiept, hè, in de situatie. Klopt, klopt. Bij de club. Sterker nog, hier ligt al wat. Okay. Hier ligt die. Als het goed is, komt moet jij erin. Heel bekend. Ja, dat is het. Op dit veld staan 8 masten. Dan hebben we nog een tweede kunstgrasveld. Daar staan ook 8 masten op. 2 grasvelden. 1 met verlichting, 1 zonder verlichting. 6 masten. Oké, okay, nou, dus eigenlijk resumerend. Wedstrijdveld, trainingsveld, trainingsveld. Ja. Om een plan te maken, moeten wij ons houden aan lichtnormen. Lichtnorm is eigenlijk een veiligheidsnorm om een sport veilig te kunnen beoefenen op een bepaald niveau. En op basis daarvan heb ik een lichtplan gemaakt met 12 LED-armaturen, terwijl je er nu 16 gasuitlaatingslampen op hebt. Kunnen we die LED-lampen dan direct op de huidige masten plaatsen? Dat kan in jullie geval. Want jullie masten zijn nu berekend op een veel zwaardere installatie. Dus er hangen veel meer armaturen dan wij LED-armaturen gaan terughangen. Wat we wel heel belangrijk vinden is, je kan niet zomaar op elke mast wat dingen gaan vervangen. Het hangt van de leeftijd van de mast af om te kijken van, god, moeten we wel of niet een sterkteberekening uitvoeren. Wat kost het? In deze business case wordt inzichtelijk hoeveel je gaat besparen op energie, op onderhoud, op vervangingskosten. Nou, alles bij elkaar, zoals je hier kan zien. Gaan jullie ruim 7000 euro per jaar besparen op die factoren. Zo, dat is fors. Dat is fors. Ja, en voor die kleedkamers is Stan nu met het team superloten aan het verkopen. En dat kan supersnel opschieten. Hoop ik in ieder geval. Dit was het trainings.